bij onze dienst. Voor u, onze online dienst. Ik wil graag beginnen om deze dienst op te dragen. Vader in hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Ik dank u wel voor ieder die hier zit en veilig is aangekomen, Heer, ondanks het weer, Heer. Ik dank u wel, Heer, voor dit moment van samen zijn. Heer, we willen deze dienst aan u opdragen. En we willen zeggen, Heer, neem de ere plaats deze morgen. Heilige Geest van God, wees welkom in ons midden. Heer, we zien uit naar hetgene wat u voor ons heeft deze morgen, Heer. Heer, en we zegenen deze dienst. We bevelen dit samen zijn in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. Het zijn geen mededelingen. Wel hebben we afgelopen week een goede tijd gehad van bidden en vasten. We hebben mooi samen God kunnen zoeken, de tijd daarvoor genomen. God heeft gesproken. Op bepaalde dingen zullen we later nog wel terugkomen. De terugkoppeling doen. Maar we hebben een goede tijd gehad. Wie heeft een goede tijd gehad met vasten? Amen. Te gek. We willen iedereen bedanken, gemeenteleden, voor jullie deelname aan het vasten. Het is zo belangrijk om dit samen als gemeente te doen. Dus dank jullie wel voor jullie gebeden. Dank jullie wel voor dat jullie tijd hebben genomen om samen met ons God te zoeken. Vanmorgen gaat Pastor Joop Risa Massa voor. Om Joop, fijn dat u er bent. Hartelijk welkom. En laten we God aanbidden. Zullen we opstaan? Het lied zegt, alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Nou, hoe zijn wij hier gekomen? En waarom zijn wij hier gekomen? Om Hem te aanbidden, toch? Om Hem te aanbidden. En wie is Hij? Hij is Jezus, hè? We zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. De woorden van ons hart gaan uit naar U. We proclameren U als overwinnaar. Houden vast aan de belofte van Uw woord. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot U in. U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot U in. We zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus. De woorden van ons hart gaan uit naar U. We proclameren U als overwinnaar. Houden vast aan de belofte van Uw woord. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot U in. U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot U in. Halleluja, halleluja, U bent koning. Halleluja, majesteit. Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. Halleluja, U bent koning. Halleluja, majesteit. Halleluja, dankzij U ben ik. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot U hier. U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot U hier. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot U hier. U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot U hier. Laat alles in dit huis zijn tot U hier. Laat alles in dit huis zijn tot U hier.
Zoveel naar u, Heer. Heer, hier zijn wij, Vader, Heer. Doe wat u wil in ons, Heer. We geven onszelf weer aan u, Vader, Heer. Heer, onze hart verlangt zo naar u, Heer. En we houden zoveel van u, Jezus. Dank u, Jezus, Heer. Kom, laten we hem maar gewoon aanbidden. Weet je, zeg tegen hem wie hij is voor jou. Heer, u bent mijn redder. Heer, u bent mijn bevrijder, Heer. Heer, u bent mijn verlosser. U bent mijn Jezus. Heer, ik dank u. Ik dank u, Vader, Heer. Jezus, Heer.
sun to rise and bring the earth new life. In every beam, Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you.
bidden u, Heer. U alleen bent het waard om aanbeden te worden, Heer. U alleen, Heer. Vader in de hemel, wil ons hart openen voor datgene wat u wil spreken deze morgen. Ik dank u wel voor uw woord. Ik dank u wel dat u een sprekende God bent. Heer, zo wil ik u danken voor het woord wat u op het hart hebt gelegd. Van oom Joop, Heer Vader. Ik dank u wel voor uw dienstknecht, Heer. Dank u wel dat u deze morgen door hem heen zal spreken, Heer. Heer, en we willen hem zegenen in de naam van Jezus. Oom Joop, wees gezegend, wees bekrachtigd in de naam van Jezus. Amen. Goedemorgen, lieve broeders en zusters. U ook, kijkers en luisteraars thuis. Het is echt een voorrecht. Een voorrecht om hier te mogen zijn. Voorrecht om te delen hetgene wat God heeft gesproken tot mij. En het thema ook van deze morgen is: God is een sprekende vader. God is een sprekende vader. En hij spreekt nog steeds. Deze morgen om 7:30 voordat ik wegging om mijn kleinzoon op te halen, vroeg ik aan Jolande, wil je zegen uitspreken over de weg, over alles. En in haar gebed was zo'n rotsvast vertrouwen. Terwijl ze 2 dagen geleden het nieuwsbericht hoorde en was echt, ze was aan het twijfelen, zal je wel gaan, zal je niet gaan, glad en blablabla bla, bla, nog meer. Heel begrijpelijk. Maar wanneer we in afzondering zijn met hem en we luisteren naar zijn stem, dan zal hij de paden ook recht maken. En ze was heel erg zeker. Het komt goed. We komen veilig aan met z'n tweeën. Er was zoveel redenen om niet te komen. Ook vanwege wat er plaatsvindt in Moordrecht. Heel veel heftige dingen vinden er plaats. Heel veel mensen die overleden zijn door corona. Heel veel die opgenomen zijn en in de IC liggen. Maar in al dat verdriet, in al dat verdriet, zie me God. Ik merk in de vriendenkring, in mijn familie, hoe ze schreeuwen tot God. Hoe ze zeggen van, Vader, wat vindt er nu plaats? En dankbaar dat ik daar ook een onderdeel van mag zijn. Elke avond bidden we met, dus niet met elkaar, maar via de apps roepen we elkaar op. Al sinds een week, om 10:00 gaan we allemaal bidden. En elke dag komen er nieuwe meldingen. Die is opgenomen, die ligt in de IC, die is overleden. En toch, ondanks dat, is daar toch een blijdschap. Een zekerheid dat God ook daarin zichzelf zal openbaren. Hoe pijnlijk het ook is. Hoe pijnlijk het ook is. Hij heeft ook Jezus moeten loslaten. Ja, hij heeft hem moeten loslaten tot een grotere doel. Dat is zodat u en ik
bij hem mochten komen, opnieuw hersteld mogen worden in de relatie met hem. Zo deze mindere momenten, dan zeg ik het nog heel netjes, is God ook aanwezig. En God is nog steeds een sprekende vader. Net voor kerst, mijn oudste dochter, 5 kinderen, corona. Net voor de kerst, net in die week voor kerst. En op een gegeven moment raakte ik wel een beetje in de war. Ik dacht, goed dan, Heer. En Jolande en ik, zoals we normaal zijn, we bidden elke morgen en dragen al die kinderen op. En dan de gemeente en dan familie. En het is net of God sprak, hey, maak je niet druk. Het komt in orde. En ik zo in mijn menselijk verweer, ja, u hebt makkelijk praten, maar zij kan niet lopen nu. Ze ligt daar op de sofa thuis, bij haar. En lopen 3 kleine kleutertjes rond. Die, voor hen maakt het niet uit of mama ziek is. We hebben honger. We willen eten, maar wij konden niet komen. Maar toen sprak God. En God zei, en eigenlijk meer tot Jolanda dan tot mij. Eigenlijk ben ik ook wat dat betreft weer zo, die momenten, eerst zien dan geloven weer. Weet je, maar God gaf die rust. En door de overtuiging die God aan mijn vrouw gaf, en hij zei, het komt goed. Blijf bidden voor ze. Blijf bidden voor ze. En ze werkt nu weer. Ze werkt op school 2 dagen, waardoor haar kinderen 2 dagen bij de noodopvang mogen komen en bij de naschoolse opvang. Dankbaar. Dankbaar dat ook in deze situatie God nog steeds wil spreken. Als gemeente zijn we nu in een transitie dit jaar. Er komen veranderingen. Er komen nieuwe leiders. Ze zijn er nog niet. Ze zijn al door God aangeraakt, maar het is nog niet officieel gemaakt in de gemeente. Ik heb er vrede mee. Waarom? Omdat God ook heeft gesproken. Niet alleen maar nu net, maar de afgelopen jaren bereid de mensen voor. Zeg en spreek tot hun harten dat er moment komt dat ze moeten opstaan. En wat ik zie in de afgelopen 5 jaar, dat God spreekt en zegt tegen de mensen, buiten dat ik daar inbreng in heb, het wordt tijd om op te staan. Hoe komt dat? Omdat we biddende zijn. Omdat we geloven dat God mensen zal doen opstaan. En te zijner tijd dat ook openbaar zal maken. Een jaar van transitie, verandering. Eind van het jaar stop ik ermee. Ik zie er erg naar uit. Maar ik zie ook naar uit naar een nieuw te vormen leidersteam. Die gewoon al over de drempel is. Maar nog bekend gemaakt moet worden. Dat komt omdat wanneer we luisterend willen zijn. En zijn stem, ondanks het geruis van moeite, wat zeker nu op dit moment wereldwijd gaande is. Wanneer we tijd nemen voor hem, hij spreekt nog steeds. In de afgelopen jaar vanaf maart, mijn 2 dochters hebben een nieuwe baan. Mijn zonen hebben een geweldige baan. Ze zijn, ik heb verdriet hoor van mensen die hun banen hebben verloren. Echt, ik heb met ze te doen. Bedrijven die misschien moeten ophouden met bestaan. Maar ik heb wel gezien, wanneer we getrouw zijn, wanneer we hem zoeken en daarin hem de eerste plaats geven, dat hij ons gaat zegenen op een bijzondere manier. Op een bijzondere manier. Ondanks het verdriet, er is veel verdriet, is er ook feest. Mijn kleindochter is 1 jaar geworden, vandaag. Kleindochter is een prachtig kind, joh. Echt, als je haar ziet, dan ben ik gewoon in de wolken. Ja, dankjewel. Een meisje van 1 jaar. Er is feest. Alleen het wordt straks wel een drive-in feest. Dus zij, de moeder en de vader gaan langs. Bij alle broers en zussen. En verdere familie in de omgeving. Alleen opa en oma mogen aan huis komen. Wat een voorrecht. Zijn uitgenodigd om te eten. 2 mensen mogen er toch bij komen? Niet? Ja toch? Oké, dat is dus verantwoord. Volgens coronamaatregelen. Dus er is feest. Er mag ook feest zijn. Het is niet zoals de andere jaren, zo wanneer er niets aan de hand is, dat we uitbundig feest kunnen vieren. Maar de vreugde is er niet minder om. En wanneer we dat meer en meer leren verstaan, dan laten we de dingen die rondom ons heen gebeuren, ons niet beïnvloeden, waardoor we ter neergeslagen raken. Corona is echt serieus. Corona is echt serieus. Maar God is nog serieuzer. God is nog serieuzer. Juist door deze omstandigheden krijg ik gelegenheid om met mensen te delen.
Mensen die advies vragen, mensen die gebed vragen, mensen die help schreeuwen. En dan zijn wij, u en ik, wanneer die momenten plaatsvinden, zijn wij een kanaal die God wil gebruiken. Ook in deze tijd. En God is een sprekende vader. Alle andere goden hebben misschien een geweldige, majestueuze beeld ergens in het land en daar worden ze aanbeden, maar zij spreken niet. Zij spreken niet, alleen onze God. Uw God en mijn God is een sprekende vader. En ik ben dankbaar dat door de al jaren heen hij is blijven spreken. Maar de vraag is, verstaan we hem wel? Het eerste is belangrijk, is luisteren. Het tweede is gehoorzamen. En het derde is, hetgene wat we hebben gehoord, uitvoeren. Doen. In geloof gaan wandelen. Gaan stappen, ook al lijkt het onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En buiten dat hij een God is die spreekt, hij is zo lief. God is zo lief. Ja, hoe zie je dat? Ik zie dat in al mijn kleinkinderen. Ik zie dat in hoe mijn kinderen met elkaar omgaan. Ik zie dat in de gemeente. Ik zie dat in mijn omgeving. Alleen mensen zelf herkennen het soms niet. Waarom? Omdat ze overweldigd zijn door de dingen die in de omgeving plaatsvinden. Laat die ruis wegnemen door de Heilige Geest. En zeg, Heer, ik wil uw stem horen. Ik wil bij u zijn. Het is het belangrijkste moment. Het is het belangrijkste daad om te doen. Hier juist in deze situatie. Om tijd te nemen. En gewoon alles laten gaan. En zeggen, Heer, hier ben ik. Trouwens, wij moeten ook alles laten gaan. We hebben niks te doen hier. We kunnen nergens heen. Geen koffie drinken ergens. Geen uit eten gaan. Maar aan de andere kant weet ik ook dat heel veel mensen dat niet aankunnen. Dus voor u en voor mij die geloven en weten dat God een sprekende God is. Bid voor die mensen. Bid voor die mensen. Weet je hoeveel zelfmoorden er gepleegd worden op dit moment? Laatst hoorde ik een 88-jarige man van de flat gewoon gesprongen. Hij zag het gewoon niet meer zitten. En wees alert. Luister naar de stem van God. Misschien is er een buur of iemand in uw kennissenkring die het niet meer ziet zitten. U kunt er niet naartoe gaan. Misschien wel alleen, maar wat u wel kan doen en het allerbelangrijkste is om te bidden voor hen. Om te bidden voor hen. Ik wil graag een gedeelte voorlezen aan u. Uit Joshua hoofdstuk 3. En ook maar naai als je dat... Ja, God is een sprekende vader. Hier zien we... Ik zal ook even naar de tijd kijken. Hier zien we dat Joshua stond voor de Jordaan. En dit is vanaf vers 14. Ik lees het vanaf vers 11. Joshua 3. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël. Dat is trouwens uit de herziene statenvertaling. Uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En vanaf vers 15, zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Wauw. En ik zijn priesters. 1 Petrus 1. 1 Petrus 2, meen ik. Spreek daarover. Priesters. Koninklijk geslacht. En de priesters, bij de eerste stap, vers 16, bleef het water staan. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan. Onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. De zekerheid dat in onze omgeving, wat er ook plaatsvindt, ja, het wel zal gaan, ja, is om te staan. Priesters, om te blijven staan. Zodat er een veilige overgang mag zijn voor het volk. Zodat het volk rust krijgt, ondanks wat er ook plaatsvindt. Het volk rust krijgt in hun hart
Het is nog steeds bezig, de pandemie. Maar dat ze rust krijgen in hun hart. Een geweldig verhaal. En voor Joshua, wil ik u vertellen, was het natuurlijk niet nieuws. Hij was daar met Caleb toen ongeveer 37 jaar geleden dat plaatsvond toen ze voor de Schelfzee stonden. Toen ze voor de Schelfzee stonden. En God, Mozes beviel, sprak tot Mozes en ook sprak tot Joshua om deze daad te doen, op deze wijze de overtocht te maken naar het beloofde land. Dat Mozes de staf omhoog hield en de Heer spleet de Schelfzee. Joshua, ik zou denken, nou Heer, eitje, want u heeft dat ook gedaan. Toen bij Mozes deed u dat ook. Had je kunnen bedenken, wat u toen deed, dat gaat u nu ook doen. Ja, dat heeft hij ook gedaan, de Jordaan spleet, maar op een heel andere manier. En God, wanneer hij spreekt, ja, is het nooit op dezelfde wijze. Hij is niet veranderd, maar zijn woorden die hij spreekt om uit een situatie te komen veranderen. Joshua had de zekerheid, het komt wel goed. Maar niet zoals hij had gezien ten tijde van Mozes. God sprak op een heel andere manier. God sprak, wanneer de priesters met de ark hun eerste stap zetten in de Jordaan, dan zal het splijten. En vaak is de misvatting, of is hetgene wat we verkeerd begrijpen, ja, omdat God, we denken in soortgelijke situaties, God op dezelfde manier gaat spreken. En wanneer God dat niet doet, ja, dan zijn we eigenlijk teleurgesteld. Hè? Heer, toen deed u het zo. Gelukkig was Joshua niet teleurgesteld. Hij wist hoe het ging daar, bij de Schelfzee. Maar wanneer God spreekt op een andere manier, op een andere wijze, om diezelfde doortocht te bewerkstelligen, laten we dan niet in opstand komen, of niet met hem gaan argumenteren. Maar zeggen, Heer, u wil geschieden. Ik geef je maar te doen. In geloof tegen je priester zeggen, jullie gaan met de ark voorop. En 1 kilometer afstand, wanneer u dat hele Joshua 3 leest, 2000 L, moet er afstand genomen worden van de priesters en de ark. De priesters en de ark gaan vooruit, 1 kilometer verder dan het volk, die kwam later. En op het moment dat zij de eerste stap zetten in de Jordaan, van 1 kilometer afstand zag het volk het water spleet. Wauw, wat een vreugde. Wat een blijdschap. En dat mag ook. Want God werkt op een bijzondere manier. Hè, en laat het zien aan Joshua en het volk. Maar niet op de wijze als Mozes. Maar op de wijze zoals God dat wilde. Via Joshua. Met het ark in het midden en ze bleven staan. En terwijl ze in het midden stonden. De priesters met het ark. De ark is natuurlijk, dat weten we, is de tegenwoordigheid van God. Wanneer de tegenwoordigheid van God in ons midden is, is geen obstakel te groot. Maar maak niet de fout dat je denkt van toen deze situatie plaatsvond, zoals je toen voor het water stond, dat God op diezelfde wijze een uitweg gaat bieden. Want wanneer God anders spreekt, dan gaan wij wel in conclaaf met hem, wat niet juist is. Want wij moeten in geloof aannemen dat wat hij spreekt, ja en amen is. Ja, en amen is. Ooit kan ik me nog herinneren. We baden voor een vrouw, jonge vrouw, die bezeten was. Moeder was Nederlands, vader was Molux. En op een gegeven moment bestrafte ik die macht in haar. En ik zei, in de naam van Jezus, ga eruit. In Jezus' naam. Doordat zij zo overweldigd is door die boze geest, had ze echt een huid net als een krokodil. Harde huid. En we bidden, een uur later, we bleven bidden. En toen sprak God. God zegt, Joop, ga in het Maleis bidden. En ik dacht, ik ben dat niet gewend. God is toch een God van alle talen. Wat heeft hij nou Engels nodig of Maleis om iets te doen? Maar soms zegt hij dat. Op een hele andere wijze. Niet zoals ik gewend ben. En ik begon in het Maleis te bidden. En hij vliede. Zo, blijf niet terugkijken op hoe een oplossing is gegeven toen. God is een sprekende God. Hij wil het altijd anders doen. Laten we gaan naar Exodus hoofdstuk 15. Enkele voorbeelden. Exodus hoofdstuk 15, u kent het verhaal. Mara en Elim. Exodus hoofdstuk 15. Toen moordde het volk tegen Mozes. En zei, wat
moeten wij nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. In de volgende twee voorbeelden gaat het ook om water. Maar de antwoord die God geeft is altijd anders. En wanneer wij dat niet juist verstaan, of wel juist verstaan en we gaan ageren tegen hem. Ja, maar Heer, toen deed hij dat zo. Ja. Wie ben ik? De klei die tegen de maker zegt, zo moet je het doen. Vertrouw maar dat hij het doet, omdat hij weet wat het beste is voor u. En we zien hier, de Heer wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Daar heeft het volk een verordening en een bepaling gegeven. Het water is natuurlijk een geweldige voorafschaduwing van het kruis van Golgotha. God zei, gooi dat stuk hout in het water. Exodus 17, weer zo'nzelfde situatie, weer om water. Ja, toch, weer om water. Ze hadden geen water meer. Ze waren dorstig en opnieuw begonnen ze weer te murmureren. En vanaf vers 6, Exodus 17, staat er dit. En ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meribah. Verzoeking en strijd. Of u kunt er een vertaling aan geven wat met moeite te maken heeft. Massa en Meribah. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. Ik zou zeggen, gewoon eens een houtje tegen de rots. Want dat heeft hij vorige keer ook gedaan. Waarom niet? Begrijp u wat ik wil zeggen? Het is goed om te luisteren naar wat hij zegt. Om in stilte werkelijk juist te horen wat hij spreekt. Want daardoor krijg je onbegrip, miscommunicaties. Raak je teleurgesteld. Omdat je, ja Heer, toen deed u het zo. Nee, God zegt, sla op die rots. En die rots is natuurlijk Jezus Christus. Hij werd en hij is geslagen. Maar er kwam wel water uit. Levend water kwam eruit. Ja, en er kwam ook water uit nu. Hetzelfde probleem, water. Ander antwoord, ander spreken van God. En dan nummer 20. Nummer 20. Vanaf vers 7, de Heere sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeenschap bijeen. U en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots, en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Vers 11, toen hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots twee keer. Twee keer, je kan de Christus niet twee keer kruisigen. Dat is vaak wat we allemaal doen. Het is eens en voor altijd volbracht. Het is eens en voor altijd volbracht. We hoeven hem niet meer te slaan. We mogen tot hem spreken. En vaak kom er door overmoed. En ik zal u zeggen, ik ben daar ook op zulke momenten geweest. Wij zullen water uit de rots voor u slaan. Wij, hij gaf de eer niet aan God de Vader. Hij gaf de eer niet aan God de Vader, maar het water kwam er wel uit. Maar Mozes miste de zegen. Het water kwam er wel. God voorziet in hetgene wat u behoeft, echt. Want hij is God, hij is getrouw, hij ziet u, uw dorst. Maar God zei, spreek. Spreek tot de rots. En hij zal water eruit laten komen. En Mozes, misschien bemoeilijkt en zo helemaal al wars van al die aanklagen, van die murmureringen van het volk, dat hij niet meer helder bij denken was. En dat kan ons ook overkomen. Dat de situatie ons zo overweldigt, dat we hetgene wat God gesproken heeft, ja, aan ons voorbij laten gaan en de uitkomst zoeken in hoe het is geweest toen ook diezelfde probleem zich voordeed. Geen water. Luisteren naar de stem van God is zo belangrijk. Weet u, ik ga dit jaar lekker achterover zitten. Ik doe mijn ding en dat doe ik met blijdschap in de gemeente. Ik zal ze supporten. Ik zal achter ze blijven staan. En ook volgend jaar. En de jaren die daarop volgen.
Maar ik heb zo'n zekerheid. Het komt wel. We hebben er zo voor gebeden. En God is doende. God is doende. God komt wel tot zijn doel. Hetgene wat we behoeven, zal hij in voorzien. Ziet u? Hij sloeg de rots, maar het water komt er wel uit. Maar door die daad werden Aaron en Mozes ontzegd het beloofde land binnen te komen. Waak ervoor dat u niet vertrouwt op hoe God gesproken heeft toen in dezelfde situatie. En verwacht dezelfde antwoord. Je mist de zegen. En misschien zal er ook genezing plaatsvinden. Als u bidt voor degene. Maar niet bidt zoals God dat bedoeld heeft. En degene geneest. Maar jij mist de zegen. Maar zij mochten het beloofde land in. Het water kwam eruit. Maar Mozes mocht alleen maar van verre. Op de berg waar hij overleed en God hem begroef. Kwam God en God zei, kijk, dat is het land waar jij niet binnen mag komen. Waak daarvoor, anders missen wij het beloofde. Anders missen wij het beloofde. In elke situatie is dat voor ieder anders. Ja? Maar wanneer wij niet alert zijn en niet luisteren en toelaten dat de ruis van de wereld rondom ons... Ik haat corona, echt waar. Ach, ik huil heel vaak met mijn vrouw. Een vriend van mij vorig jaar in december overleden. We hebben een bidstond gehouden met de vriendengroep. Toen konden we nog bij elkaar komen, wel in deze setting, wat ruimer. Ja. Hij overlijdt. Mensen belden, broeders belden hem op. Nou ja, niet zozeer broeders, vrienden. Ze zijn nog volop in de wereld. Maar ze beseffen wel dat op het moment dat we Jezus nodig hebben. Joop, hoe kan dat? Ik antwoord, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het goed is om te blijven bidden. Ik weet wel dat het goed is om te blijven bidden. Ik wil me niet laten ontmoedigen. En het is net alsof ik op de proef word gesteld en bij allen... Het gaat me door in Moordrecht. Afgelopen donderdag was er een condoliance. Mijn kinderen en Jolanda zeggen, jij gaat er niet meer heen. Ik ben ook niet gegaan. De condoliances zijn ook coronaproof. In die zin, familie daarachter en weet je, van afstand. Hè, we leven mee. En dan tegelijk de auto in. Maar toen het gebeurde met deze vrouw die niet de laatste was... Haar uitvaart werd ik verboden om naar Moordrecht te gaan. Dus moet je ook gewoon je verstand gebruiken. Niets, ook jouw aanwezigheid, kan goed zijn, is geweldig om mensen te troosten. Zeker wanneer er geen omstandigheid is als corona, is het goed om zo troost te betonen aan hun door uw aanwezigheid. Maar de beste troost die u en ik kunnen bieden, is om te bidden. Is om in het verborgene in de binnenkamer te gaan. En de duivel die komt, die zegt, ja. Hij laat je onmachtig voelen. Maar gebed is zo belangrijk. Want we weten in het voordeel van de Heer Jezus, hoe hij overdag kon wandelen en genezingen kon doen, wijze woorden kon uitspreken, omdat het 's nachts gebedsmomenten waren met de Vader. En mijn hart huilt. Afgelopen dinsdag zij 74 en hij geloof ik 82, van Baliama in Moordrecht. Allebei dezelfde dinsdag opgenomen en zij is donderdag overleden. En de kinderen hebben een app uit laten gaan. Maken jullie allemaal niet druk, wij doen het gewoon sober. Wijs vind ik dat. Wij doen het gewoon sober. Het is natuurlijk veel verdriet. Het is zo belangrijk dat wij op die momenten de binnenkamer ingaan. En de momenten leren verstaan en te handelen overeenkomstig wat hij zegt. Zodat wij niet als een Mozes de zegen missen. 40 jaar het volk geleid. En daar sta je voor de Jordaan. En je mag niet naar binnen. Waarom? Omdat ze God niet de eer hebben gegeven. Maar waar het nog meer om gaat, is dat hij spreekt niet op dezelfde wijze. Hij spreekt heel anders. De nood was gewoon water. Ja toch? Je zou zeggen, dan antwoordt hij op dezelfde wijze zoals hij daar bij het hout van Massa en Meribba heeft gedaan. Nee, je moest hem slaan eerst, die rots. En ten tweede, je moet tot hem spreken. Wees alert. Alert op zijn stem. Wees alert. En ook in de drukte kan hij spreken. Ja, want hij kijkt naar uw hart. Wanneer het hart gefocust is op hem... Zegt 2 Korinthe 16 vers 9.
Want des Heeren ogen gaan krachtig rond de hele aarde. Om bij te staan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat. Ook in de drukte kan hij tot u spreken. Alleen is je hart op hem afgestemd. Bijzonder. Bijzonder. Hij miste. Mozes miste de zegen. En daarom staat daar een tekst in Jesaja 43, vers 18. Vooral vers 19, daar begin ik mee. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen, zult u dat niet weten. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Vers 18 zegt, denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. En dat heeft niet te maken met onze slechte verleden, maar ons wat is voorgevallen met hem. Ook dat is belangrijk. Natuurlijk, wanneer er dingen in het verleden heeft plaatsgevonden, maak het in orde. Ja? Maar wanneer er dingen tussen u en God plaats hebben gevonden, vertrouw daar dan niet op. Om op die wijze weer hetzelfde antwoord of dezelfde uitkomst te krijgen. Vertrouw dat hij is een vernieuwende God. Hij spreekt op een andere wijze. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Nou, dat heeft hij gedaan. Getuigen de Israëlieten. Maar ook in u en mijn woestijn is hij bereid om een weg aan te leggen. Rivieren in de wildernis, zeker weten. Want de rots is altijd, zoals Korinthebrief ook zegt, de rots is Jezus Christus. Maar wanneer we juist leren horen naar zijn stem, dan zullen we niet vertrouwen op wat toen is gebeurd, op welke wijze hij uitkomst heeft geboden. Maar hij vernieuwt. Hij zelf verandert niet, hij is dezelfde. Weet u waarom hij dat doet? Gewoon om u en mij te leren luisteren naar zijn stem. En één voorwaarde wat heel belangrijk is, is u af te zonderen. Tijd te nemen voor hem. Om versterkt te worden in uw geloof. Om ook te leren luisteren naar wat hij wil zeggen. Vaak, deze jonge dame is 1 jaar geworden. Haar broer is 2. Maar als die praat, jongen, ik weet niet wat die zegt, joh. Opa. En dan zeg ik, I love you. Love you. Weet je? En soms verstaan we Gods stem ook op die wijze. Maar naarmate hij ouder wordt, naarmate ik ouder word in het geloof, ga ik zijn stem helderder verstaan. Gaat hij helderder spreken. Niet dat hij dat al reeds gedaan heeft, maar onze oren waren net als een baby. Weet je? Maar wanneer we leren te vertrouwen op hetgene wat hij zegt en tijd te nemen, zodat wij beter zijn stem zullen verstaan, zullen we niet beschaamd eruit komen. Ik maak iets nieuws. Ik spreek op een bijzondere manier. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. En zo heeft God op velerlei manieren, ja, tot mensen gesproken. Tot mensen gesproken. Neem maar voorbeeld Lucas 1. Die tekst heb ik niet op het scherm. Johannes de Doper, God sprak tot zijn vader. Maar over de Heer Jezus sprak God tot de moeder. Dat is zoals hij werkt. Zo wil hij tot u en mij spreken. En het geweldige verhaal van Samuel. En vaak moeten wij ook. En het is eigenlijk een uitdaging. En dat wil ik ook achterlaten hier bij u. Ja, om te leren ervaren dat God is een sprekende vader. Hij wil blijven spreken ook op dit moment tot u en mij. 1 Samuel 3, vers 9 en 10. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en hij ging op zijn slaapplaats liggen. En toen kwam de Heer en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. Samuel moest ook leren. En de tijd van Eli waren de gezichten schaars. Waren de gezichten schaars. Er was geen intimiteit met God. God sprak niet, of God sprak wel, maar ze luisterden niet. 2 keer sprak God tot Samuel. En Samuel dacht dat Eli hem riep. Maar het was God die hem riep. En Eli, en misschien moet u ook een Eli zijn. Voor de mensen hier in ons midden. Voor de jongelui in het bijzonder. Dat je gaat zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. En God riep hem opnieuw. En Samuel zei,
Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. En dat is hetgene wat ik achter wil laten van vanmorgen. Dat we durven te zeggen, Heere, spreek, want ik wil luisteren. En natuurlijk zijn er heel veel redenen om een excuus te hebben, of een excuus te maken en zeggen, God, sorry hoor, maar de kleine moet eten. God, sorry hoor, maar ik moet de kleine afhalen. God, sorry hoor. Ook in die momenten wil God spreken. Wil God tot je spreken en zeggen, allereerst, ik heb je lief, ik hou van je. Daarom wil ik je betrekken in mijn plan. Zoals ik Mozes, Joshua, Zacharias, Maria, en die zoveel, zoveel. Wat mij heel erg aanraakt is Matthäus 8, vers 8. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen. En hij sprak een woord. En de knecht genas op dezelfde tijdstip. Wanneer, waarschijnlijk was het een hele lange reis nog voor die hoofdman. Ja, want een dag later toen hij thuis kwam, was op dezelfde tijdstip toen de Heer sprak, zijn knecht genezen. God is een wonderlijke God. Hij spreekt op velerlei wijze. En hij wil u daarvoor gebruiken als die kanaal die wil ontvangen van hem. En God is een God die eenheid wil. Die eenheid maakt. God is een sprekende vader. Ook tot Ezechiël heeft hij gesproken. Er zijn zoveel dingen wat hij graag wil delen met u. Hoe hij spreekt. Hoe hij eenheid brengt. Hoe hij op velerlei wijze zijn macht betoont. Maar het begint bij het uitspreken van een woord tot zijn dienstknecht, tot zijn dienstmaagd. En wanneer we gewillig zijn om daar acht op te slaan, zullen we niet zijn als een Mozes die van verre keek naar het beloofde, maar die midden in de beloofde kan gaan staan en genieten. Ondanks die 40 jaar woestijntijd. Ondanks de situatie die hij heeft meegemaakt. Maar hij mocht naar binnen. Joshua en Caleb waren degenen die bevoorrecht waren om het beloofde binnen te gaan. Ezechiël 37. En u mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen dat zich in de hand van Efraïm bevindt en van de stammen van Israël, zijn metgezellen. En ik zal bij het stuk hout van Juda voegen en ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen zijn één in mijn hand. En dat is zo graag dat God wil. Dat we één worden met hem. Door dat stuk hout. Daar op Golgotha's kruis. Leren luisteren naar zijn stem. Leren gehoorzamen. Gehoor geven aan zijn stem. En ook het uit te voeren. Het ook uit te voeren. U hebt gezien hoe God op dezelfde behoefte en vraag, ja, die men had. Heb u gezien hoe hij op verschillende wijzen geantwoord heeft. Dus vertrouw niet op de dingen die hij heeft gesproken om toentertijd in dezelfde situatie uitkomst te bieden. Maar weet dat hij spreekt op een heel andere wijze. En dat kunnen we alleen maar verstaan wanneer we onze harten en gedachten open stellen voor hem. Hij is nog steeds de God die wil spreken. Door het stuk hout in het water te gooien. Door te slaan op die rots. Door te spreken tot die rots. Door te spreken tot Maria. Door te spreken tot Zacharias. Over zijn vrouw Elisabeth. Hij is een bijzondere God. En dat wil hij nog steeds doen. Hij wil nog steeds spreken tot u en tot mij. En dat is natuurlijk heel fijn. Om het gesproken op geschreven woord te hebben. Maar hij wil nog steeds spreken. We hebben gebeden voor al onze kinderen. We hebben gebeden voor mensen, families in onze omgeving. Vooral de families. En ik zie eigenlijk geen verandering. Want ik weet, mijn broertje, oh ja, op dit moment dan, wauw, dan gaan ze, knielen ze. Maar ik weet, wanneer straks corona voorbij is, dan gaan ze weer terug naar het oude. Maar moet het mij nalaten om te blijven bidden? Absoluut niet. Ik blijf bidden. Ik blijf volharden. Ik blijf standvastig zijn. Want hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is nog steeds dezelfde. En hij wil spreken tot u en mij. Ook deze morgen. Zullen we gaan staan?
Vader, waar ik zo blij om ben, is dat het is uw woord. Heer, het geeft mij gewoon de rust. Heer, en het geeft me gewoon ook ja, de zegen. Heer, want uw woord leeft. Uw woord is ja en amen. En ik spreek over mijn broeders en mijn zusters uit. Over een ieder die kijkt. Spreek ik uit het verlangen om heel dicht bij u te zijn. Het verlangen om niet alleen maar te horen naar wat u wil zeggen, maar ook werkelijk te luisteren. Tijd te nemen. Hier aan hetgene wat u zegt. Zodat we niet de zegen zullen missen, gelijk een Mozes, die alleen maar van verre het beloofde zag. Heer, we willen niet alleen van verre het beloofde zien. We willen er middenin staan. We willen er middenin staan. En ik dank u dat doet. Omdat u nog steeds die God bent die spreekt, die vernieuwt. Heer, dat u wegen baant in onze woestijnperiodes. Heer, in onze dorstige momenten, Heer, rivieren aanlegt in de wildernis. Heer, dat wilt u nog steeds doen, want u bent nog steeds dezelfde. Ja, Hebreeën 13, vers 8. Toen, de tijd van Mozes, Joshua, de tijd van Maria en Zacharias, maar ook nu, in onze tijd, bent u dezelfde. Heer, en zo bid ik voor mijn broeders, mijn zusters en zij die luisteren. Het innige verlangen om in geloof zich open te stellen. Heer, voor hetgeen wat u op een nieuwe manier wil gaan spreken tot een ieder van mijn broeders en zusters hier aanwezig en die kijken. Heren, want uw wil zal geschieden. Heren, want ondanks zijn ongehoorzaamheid stroomde er water uit. Maar hij miste de zegen. Maar hier zijn wij. We willen de zegen niet missen. Dank u wel dat ik deze zegen mag uitspreken. Heren, over mijn broeders en zusters. Dat ze het beloofde zullen verkrijgen. En niet op een afstand zullen toekijken. Hoe anderen wel het beloofde krijgen. Ik dank u daarvoor. Alle lof, alle eer, alle glorie komt u toe. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja. Worship team. Wil ik naar voren vragen. Dank u wel, Omio, voor het delen van Gods woord. Prijs God dat hij een sprekende vader is. Amen. Amen. Afgelopen week sprak ik iemand. Iemand die ik ken vanuit de wijk hier in Vaassen. En hij zei gewoon, wat is het verschil tussen de God waar wij in geloven en andere goden? Hij zegt, het grootste verschil is dat wij een levende God hebben. Hij zegt, ja, want wij bidden ook. Ik zeg, ja, maar ik zeg, we niet alleen bidden, maar het is geen eenrichtingsverkeer. God wil ook tot ons spreken. En hij keek me aan en het was voor hem zo openbaring. Hij zegt, ja, hij zegt, wauw. Hij zegt, als God een levende God is, wil hij inderdaad tot ons spreken. We hebben een sprekende God. En afgelopen week kwam dat ook naar voren. We zijn stil geweest om te luisteren naar degene wat God wil spreken. Amen. Ik wil vragen of het offergave mag, wil ik aankondigen. Ook thuis als u wil geven, komt op dit moment het rekeningnummer in beeld. Ik wil u aanmoedigen om te geven met een blijmoedig hart. En ik wil ook zegen uitspreken over het offer. Heer, dank u wel, Heer. Voor het offergave, Heer. Dank u wel, Vader, voor ieder die geeft op dit moment, Heer, Vader. Heer, we bidden uw zegen erover uit, Heer. En ik wil ook bidden, Heer. En ik wil u danken dat het op de juiste plekken terecht zou komen, Heer. Dank u. Heer, we zegenen het, Heer. En we geven het aan u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen. Toe aan, papa.
zilver of goud is uw schoonheid gelijk. Uw liefde maakt mijn leven zo rijk. En niets kan mij weerhouden, want mijn hart verlangt zo naar u. En niets kan mij weerhouden, want mijn hart verlangt zo naar u. Ik wil graag bidden. Ik wil ook vragen, misschien kijkt u thuis mee en zit u ziek thuis op dit moment? Bent u getroffen door het coronavirus? Misschien heeft u het gehad, maar is uw lichaam nog herstellende? Ik wil u vragen om uw hand gewoon op uw lichaam te leggen. We willen gewoon gebed daarover uitspreken. We willen gewoon genezing daarover uitspreken. Omdat zij streamen uw genezing zijn. Vader, dank u wel, Heer Vader, voor ieder die meekijkt. Misschien mensen die meekijken, mensen die hier zitten, Heer, die herstellende zijn. Of Heer, op dit moment getroffen zijn, Heer, door een virus. Heer, dank u wel dat we daarover, Heer, uw genezing mogen uitspreken. Heer, we spreken tot deze lichamen en we zeggen herstel zoals de Maker het heeft gemaakt in de naam van Jezus. We bidden herstel uit. Volledig herstel over deze lichamen in de naam van Jezus. En we bestraffen dit virus in de naam van Jezus. En we roepen het halt toe in Jezus' naam. Wees genezen, wees bekrachtigd. Heer, dank u wel dat we al deze mensen voor uw troon mogen brengen, Heer. Ook de broeders en zusters in Moordrecht, Heer. Heer, we bidden ook genezing over hen uit in de naam van Jezus. Heer, en door deze donkere tijd heen, Heer, bidden we, Heer. En danken we u dat u uzelf zou openbaren, Heer. Heer, dat het mensen dichter bij u zal brengen, alleen maar. Heer, dat ze mogen weten dat u God bent van genezing, dat u God bent van herstel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid, Heer. Dat we in alles op u mogen blijven zien. Dat we mogen weten dat u alles in uw hand heeft, Heer. En gemeente, ontvang ook zo de zegen. Wees gezegend met de liefde van God de Vader. De genade van zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest zijn met jullie allen. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Een gezegende week.